Ik heb hier een boek. De trage wals van de schildpadden. Dat is echt tof, schildpadden, hè? Maar ik lees pagina 1, 2, 50, 200, 300. Zegt je, er mag toch wel eens een schildpad komen? Voor mij is het een stationsroman. Hè? Maar dus niet zo'n lokaal station, een centraal stationsroman. 400, nog geen schildpad. Leuteren en te leuteren en dat blijft maar leuteren en leuteren en leuteren. Het enige wat hierin voorkomt is miserie. Dat spreekt niet aan, hè, zo'n verhaal. Als je een Baudelaire of een Balzac pakt, bedoel, dat is ook miserie elke dag, hè? Maar dat is tenminste goed geschreven. 550, nog geen schildpad en toen had ik het in het snotje. Zeg, in deze boek zitten geen schildpadden. Noem dat dan therapie. Hè? Noem dat niet literatuur, noem dat therapie. Vraag daar een prijs voor dat je nog een stuk remgeld terugkrijgt van de ziekenkas. Hè? Doe je broek naar beneden of ik pak het scheermes. Allee, als dat niet genoeg zegt over het feit dat dit niet manvriendelijk is, dan weet ik het niet. Hè? Is dat een telefoonboek? Hey? Het is vreselijk in een tijd te leven waarin het woord sentiment meteert het woord sentimentalisme oproept. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Het is gewoon een keer een kort rokje aandoen, een blouse met een diepe decolleté en het leven zou veel simpeler zijn. Je moet Catherine Pancol wel aangeven dat er een uitgever dat wel heel schoon gebundeld heeft. Want je kunt dat toch niet zo makkelijk. Maar nu heb je wel nog twee delen. Het is vagina geleuter over vagina geleuter.